Het ministerie van Sociale Zaken is vandaag in samenwerking met De Molen begonnen aan een training brood, bollen en cakebakken. De training wordt georganiseerd in het kader van de zelfredzaamheid van opvanginstellingen. Het bureau opvanginstellingen zegt dat deze eerste training bestemd is voor de residentiële kinderopvanginstellingen. Rebecca Brown Kortram, hoofd van het bureau opvanginstellingen, zegt dat de nood het hoogst is bij de kinderopvanginstellingen en internaten. Brown meent dat deze doelgroep weinig aandacht krijgt vanuit de gemeenschap en de overheid. In het voedselpakket dat ze maandelijks van het ministerie krijgen, zit er ook blom. Op deze training zullen ze leren hoe ze de blom efficiënt kunnen benutten. Op deze wijze zullen ze minder hoeven uit te geven aan brood. Er zijn 45 residentiële kinderopvanginstellingen die elk 3 personen mogen afvaardigen voor deze cursus. De trainingen worden in kleine groepen verzorgd vanwege de COVID-pandemie. Brown zegt dat na deze groep ook de tehuizen voor personen met een beperking, seniorenopvanginstellingen, peuterscholen en overheidscrèches aan de beurt zullen komen voor deze training.